Ja, welkom bij een nieuwe aflevering op Game Channel. Vandaag een tutorial, want dat hadden we een keer beloofd om te doen en dat gaan we ook doen vandaag. We gaan je uitleggen hoe je geld cheat op Farming Simulator 2015. Het is natuurlijk heel vervelend als je net het spel hebt gekocht en net alles wil uittesten en je geen geld hebt. Nou, dat gaan we je dus uitleggen. Eerst moet je naar je documenten toe. Ik neem aan dat je wel weet hoe je daar moet komen. Er staat er in documenten, er staat er My Games, daar ga je naartoe. En dan staat er in My Games een mapje. Farming Simulator 2015. Daar klik je op. Heb je allemaal bestanden. Nou kijk, als je een game aanmaakt, dan heb je Save Game 1, Save Game 2, Save Game 3. Ik heb één game aangemaakt, dus bij mij heet het Save Game 1. Daar ga je dus naartoe. Dan heb je hier weer allemaal bestanden. Wij hebben het bestand Save Game nodig, deze. Dan druk je met rechter muisknop op Edit with Notepad. Dan krijg je een heel groot bestand met allemaal letters en cijfers erin. Zo. Nu doe je Ctrl F op je toetsenbord. Dan kan je hier naar iets zoeken. Nou, dan typ je hier in money. Druk je één keer op enter. Doe je dit iets naar rechts. Staat hier het geldbedrag dat je nu hebt. Nou, dan doe je dit selecteren. En daar typ je dan het geldbedrag in dat je wil hebben. Dus ik wil zeg maar... Zullen we eens doen? Laten we eens lekker veel doen. Zoveel geld wil ik. Zo. Typ je dat in en druk je vervolgens op bestand opslaan. En dat was het. Nu heb je zoveel geld op Farming Simulator 2015. Je kan net zoveel invullen zoals jij wil. Dus wil jij 10 miljoen, dan krijg je 10 miljoen. Wil je 100 miljoen, dan krijg je 100 miljoen. Het is heel simpel. Gewoon de instructies volgen die ik je net gaf en dan komt het helemaal goed. Dan moet je even een reactie achterlaten van wat jij wil weten. Normaal doe je misschien wel een video. Ja, tot de volgende.